Op de ruilbeurs van verzamelaars, die altijd in januari in Amsterdam gehouden wordt, bleek dat de speldjesrage nog nabloeit. Maar een nieuw terrein voor verzamelaars tekende zich al af. Het huwelijk van prinses Beatrix, dat behalve foto's en herinneringsborden wel stapels souvenirs zal gaan opleveren. Speciaal bij jongere verzamelaars staan de Beatles nog hoog genoteerd. Geboortekaartjes waren er ook in grote verscheidenheid te zien. Het kind van de warme bakker kreeg een heel andere entreekaart in de wereld dan dat van de zeekapitein. Pistolen kunnen ook een hobby vormen voor het zwakke geslacht. En voor dit pistolen Paulientje in het bijzonder. En dan militaire distinctieven. Daar zijn ook verzamelaars voor te vinden. Misschien zelfs wel onder veldpredikers voor wie ze een brandende kwestie vormen. Munten worden door de eeuwen heen al gretig verzameld. En bankbiljetten ook op de Amsterdamse beurs. Maar deze verzameling is van oude exemplaren. Overigens is er altijd belangstelling voor bankbiljetten. Nee, het was geen kapitalist, maar een hobbyist. En die heeft sigarenbandjes en suikerzakjes in de beurs. Het onschuldige beursje van de verzamelaars in de Amsterdamse koopmansbeurs.